Als iedereen praat met gebaren erbij, dan wordt informatie ook toegankelijk voor doven en slechthorenden. Zo warm vandaag. En vandaag is het zondag. En zondag betekent familiedag. Dus de kinderen komen eten. En mijn kinderen zijn dol op roti. Dus vandaag eten we roti. Wat heb ik nodig? Kip. Gesneden in stukjes heb ik al gedaan. Aardappels. Ook geschild en in stukjes gesneden. Ook al gedaan. De roti, die koop ik kant en klaar bij de toko. Want dit is een hele goeie met gele erwten erin. Of gele erwten erin. Sommige toko's verkopen het ook met aardappel erin. Maar ja, dat vind ik niet zo lekker. Die kan je gewoon opwarmen in de magnetron, maar ik heb geen magnetron, dus ik doe straks even in het zilverfolie en dan in de oven heel even. Verder gebruik ik de Hindoestaanse curry en de naam is garam masala. Tomatenpuree, 1 blikje, zwarte peper, logisch, zout, logisch, knoflook, ik heb 5 teentjes. Kousenband, dat zijn de bonen, dat zijn de Surinaamse spersiebonen, het zijn geen spersiebonen. Dus ik heb voor 4 personen heb ik ongeveer 600 gram. Bouillonblokjes, ik heb de runder bouillonblokjes. Sommige mensen die doen kippen bouillonblokjes. Ik gebruik deze van Maggie. Omdat ik het zo gewend ben. Vroeger had ik Surinaamse vrienden. Fantastisch lekker koken. En daar heb ik het afgekeken. Dus ja, zo maak ik het. Ik ga de en de eieren. 1 ei per persoon. Even kijken. Deze moet je even mooi snijden. Schuin. De lelijke stukjes moeten eraf. Kijk maar een beetje schuin. Ik ga even de eieren koken terwijl ik deze snij. Om het even extra spicy te maken, gebruik ik ook sambaltomaat. Die koop ik bij de toko. Dat is een hele lekkere sambal. En ik gebruik Madame Jeannette. Hele scherpe peper. Die gaan we ook niet snijden. Die blijft heel. En voor de kip gebruik ik even extra jinten. Dus dat is komijnpoeder. En korianderpoeder. Goed.
in een pan. Ik gebruik graag pindaolie. Smaakt niet naar pinda, maar is wel hele zuivere olie. Zo. Een beetje zout. Beetje ginten. Beetje koriander. En veel curry. Dan doe ik de ui eerst in de pan. Ik had twee uien, ik doe ongeveer één ui hierin en die andere ui die gaat bij de groenten en de aardappels. En ik gebruik ook drie knoflookteentjes. Nu doe ik even de tomatenpuree. Nou, twee dikke theelepels. En nog een beetje curry. Ook twee eetlepels. De tomatenpuree, die moet altijd even goed bakken, want dan is het zuur eraf en dan krijg je toch een andere smaak. Even de sambal tomaat. Doe ik ook twee. Nu de kip. Terwijl de kip even bakt, de bouillon moet even smelten. De eieren zijn klaar, dus die giet ik af. Ze moeten hard gekookt. En als je ze zo laat staan, dan gaan ze doorkoken, dus dan worden ze helemaal groen. Daarom altijd even schrikken met koud water. Dan kan je ze ook makkelijker pellen. Die zullen mooi door. Ik ga dan de groenten doen. Begin ik met de aardappels. Die zijn hier. In de pan. Olie. Even kijken. Ui. Knoflook. En hier. Dit is nog over.
En die gebruiken we voor de groenten. Ik heb die gaat doorsudderen. Ik doe nu doe ik de Madame Jeannette doe ik erbij. Ja, even over het wassen. Ik heb die heb natuurlijk voorbereid. Die heb ik al voordat ik ging snijden, heb ik die gewassen. Dat doe je altijd eerst de groenten wassen en dan snijden. Want anders zijn er vitamintjes. Bij het roeren in de kip moet je dus opletten dat je de Madame Jeannette niet kapot maakt. Dus die moet heel blijven, anders wordt het te scherp, dat kan je echt niet weten. De knoflook zijn gebakken, nu de aardappels erbij. Ook even wat garam masala. En een beetje sambal tomaat. Ze hebben wel lang nodig. Zo, ik zal de kip even laten zien. Heb ik even de eieren gepeld. Dus die staan ook klaar. Nu doe ik even de groenten erbij. Even goed doorroeren. Beetje water erbij. Dan pak ik de eieren even in olie. Zoals de olie heet is. Eieren moeten niet nat zijn, want dan gaat het spetteren. Even het spatten. En dat is heet, het is hete olie. En het spat alle kanten op, wat voor mij interesseert.
En we zijn even goed bakken aan alle kanten. En rondom. En als je dan scherp eet, dan ga je heel erg zweten en door dat zweet koel je lekker af. Dat is de truc. Al in de vuur is om af te lukken. Even laten zien wat er met een ei gebeurt. Niets bijzonders, maar misschien wel. Laten zien. Dit is de wat die speciaal, hè, dat begrijp je. Nu is het ei klaar. Doe ik het nu met de kip in, dan krijgt hij ook een lekkere gele kleur. Mooi. Even proeven. Oh, lekker. Heerlijk. Zo, bijna klaar. Deze is klaar. Kijk eens wat heerlijk. Nou. En kijk eens wat heerlijk. Ik zeg smakelijk eten. Tot de volgende keer.